Hallo. Zie eens wat een prachtige producten, man. God, doen we toch. Really? Ik heb gisteren zo'n hele opgegeten. Een dinner voor twee, daar ben ik geknald. Yummy, yummy. How it's going? Good? Yes, sir. Okay. Oh my. Super, hè? De zon erbij is. Lekker, hè? Food safety ook. Er is niemand die hier binnen kan zonder pas. Zelfs ik kan er meer binnen. Dus. Dus als we naar de highcare komen, dan doen we, de mensen doen hier laarzen aan of werkschoenen. Maar wij gaan dan ons overtrekje aandoen. Zodoende dat we geen contaminatie hebben van onze schoenzolen. Dan komen we naar het eerste sas. Een monddoekje hebben wij, haarnetje hebben. En hier wordt er dan automatisch zeep op ons gedaan, anders kunnen we niet door. Ook wij raken niets aan, dus dan moet je goed je handen wassen. Dat is hier ook met een lichtsensor, met lekker warm water, dat de mensen goed hun handen wassen. En dan, zonder iets aan te raken, gaan we ze weer drogen. Lang genoeg. Dus dan zijn onze handen volledig proper. En dan gaan we naar het volgende sas, weer hands-free. En hier gaan we dan 1. Onze handen desinfecteren. En dan kunnen we weer door. And then we are in the magic kitchen. Dus wij hebben wel het geluk dat wij alles manueel hier afvullen, zodoende dat wij de mensen de social distance kunnen respecteren en ook de 2 meter regel ingevoerd kunnen hebben heel snel, zonder machines of productielijnen moeten verplaatsen. Bij ons is alles door mensen gerealiseerd, dus het is heel eenvoudig om eigenlijk de social distance te respecteren. Het geeft ook natuurlijk voor onze mensen een heel veilig gevoel. Ze doen het dat ze weten, hier is nog geen 1 besmetting geweest, niemand is ziek, dat ze toch op een veilige plaats komen werken. Groenten is heel belangrijk, gezondheid is heel belangrijk. En dus zijn wij heel blij dat wij natuurlijk kunnen blijven verder produceren op deze manier. Je ziet ook de mensen hier allemaal weer haarnetjes aan, manddoekjes eraan. Allemaal genoeg social distancing. Dus voor ons is dat heel belangrijk. We blijven, ja, we hebben het geluk dat we de ruimte hebben, maar dat is natuurlijk ook wel extreem belangrijk.